Meiden, bel los! Hallo? Hallo? Ten eerste had ik dit jasje. Ja, dat vind ik dus echt super lelijk outfit eigenlijk. Misschien ga ik het opa zo een beetje dragen. Worden nog meer kleren van mij gepikt, dankjewel. Van yeah. Ja, laarsjes. Ah, dit is niet mijn beste outfit hoor, maar ja. Ik vind het zo'n mooi jurkje. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Willen we opnemen? Je zijn hetzelfde shirtje aan als ik. Dit kan echt geen toeval zijn. Jij doet een ander aan. Nee, jij. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En in deze video ben ik met... Meiden, bel los! Het regent buiten, maar... En vandaag gaan, ik eigenlijk in de kast van Meiden. Nou, ik heb natuurlijk wel eens vaker gewoon bijvoorbeeld dat we gingen shoppen voor elkaar. Dat hebben wij ook wel eens gedaan. Ja. Wel eens heel vaak. Ga ik eigenlijk gewoon shoppen in Meiden de kast. Dus ik ga straks 3 outfits voor Meiden uitzoeken in haar kast. Dus dat zijn een chill outfit, een beetje feest outfit en gewoon wat je normaal zou dragen naar school of zo. Ja. En Meiden gaat dat ook voor mij doen. 3 outfits uit beetje haar kast. Leuk. Dus, want ik draag best wel veel. Ja. Ja, heel vaak. Zij draagt elke dag mijn kleding. Nou ja, broeken wordt wel moeilijk voor mij. Ja. Natuurlijk. Een trui en zo kan wel, maar... Shirtjes. Nee. En voor jou is het misschien kies ik wel iets uit waarvan jij denkt, dit had ik nooit zo bij. Ja, maar dat is wel leuk. Dus dat is juist wel leuk. Wil jij beginnen? Oké. Okay, ik wil wel dat jij begint. Oké, met? Laten we even met de gewone beginnen. Oké, we doen eerst de gewone. Even simpel. Dus gewoon naar school. Gewoon naar school. Oké. Gewoon op een normale dag. Gasten? Hallo, hallo, we zingen dat wel. Pantje van de radio. Hallo? Hallo? Oh. Je moet hem even uit en aanzetten. Hij doet het. Oké, mensen, we zijn van start gegaan. Hier is de kast. Tadadadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Oké, het grootste probleem is denk ik wel de broeken. Want de broeken zijn een beetje te groot. Ik twijfel dus een beetje tussen deze broek. Want dan kan je dus een riempje hieromheen doen. Of zo'n soort broek. Flared broek. Want daar zit heel veel stretch in. Dus misschien dat ze dat dan wel past. En dan dacht ik met bijvoorbeeld zo'n leuk jasje. Of blazer eroverheen. Zodat je ook niet zo goed ziet dat die broek een beetje groot is. Oké, dit is hem geworden. Flared broek. Een heel klein shirtje. Zo. Dat moet ze ook wel passen. En dan zo'n. En die is wel groot. Maar dat is wel leuk eroverheen, dacht ik. En dan met witte schoenen. Opa, opa zeggen dat het goed is. Meid heeft de outfit. Dus nu ga ik. Dit is trouwens überhaupt Meid in de kamer. Hoe mooi. Ik wil ook echt een nieuwe kamer. Ik hou echt van Meid in de kleding. Echt lief zusje ben ik. Maar ik had dus eigenlijk al 1 ding in gedachten. Want Meid heeft dus laatst deze gekocht. En ik vind hem echt, echt best wel leuk. Oh, ik vind dit jasje trouwens ook wel echt leuk. Maar deze heeft ze helemaal niet zo vaak aan. Ik vind ze allebei wel echt heel leuk. Ik zou denk deze broek bij deze doen. En deze broek bij die. Of ik zou deze broek ook bij deze doen. Dus ik denk eigenlijk dat het sowieso die broek wordt. Ik heb het dus even aangedaan. Omdat ik dus echt niet wist of ik dit leuk bij elkaar had staan. Maar ik vind het wel echt serieus leuk. Dus ik ga dit jasje doen voor haar. Met dit shirtje. Zo'n lange mouw shirtje. En deze broek. En dan heb ik de outfit. Laat jij hem als eerste zien dan. Oké. Dan ga ik hem vast met mijn ogen dicht. Wacht. Ik vergeet iets heel belangrijks. Ja, ik kan weer. Dit is een normale outfit voor jou. Ten eerste had ik dit jasje. Die had ik bijna gekozen. Echt? Maar ik wist niet eens dat je deze had. Echt niet. Nee. Ik heb hem niet zo vaak aan. Je hebt hem niet zo vaak aan. Oké, dus ik had dat jasje. Toen zag ik dit shirt in jouw kast. Die heb ik ook heel vaak aan, dat weet je zeker ook niet. En gewoon deze broek. Oh ja. Oké. Dus ik ben benieuwd hoe het staat. Ik had het sowieso nooit zelf uitgekozen. Dat zeg ik alvast. Nee. Wat had je dan bij dat jasje aangedaan? Want wat voor schoenen had jij erbij? Kut. Je Nikes. Ja, dat vind ik dus echt super lelijk outfit eigenlijk. Nou. Trouwens, ik wil helemaal niet je Nikes. Ik wil je Dr. Martens. Oké. Ik ben echt benieuwd wat voor broek je hebt gekozen. De broek was echt het allermoeilijkst. Ja, dat begrijp ik. Echt heel moeilijk. Kijk maar, ik heb deze broek.
Oh ja. Dan heb ik dit korte shirtje erop. Die past sowieso. Ja, die past sowieso. Daarom dacht ik dat is handig. En dan heb ik een grote blazer erop. Oké. Want hij is voor mij gewoon niet oversized, maar dan is hij voor jou wel oversized. Ja. Dus, en dan met mijn witte Nikes. Ik weet niet hoe die blazer erop gaat zijn. Draag een blazer beter op een spijkerbroek of zo, denk ik. Ja, maar jij doet heel autistisch een broek en dan doe je een wit. Ja, dat is waar, hoekje. Maar daarom vind ik het lastig om zo. En dan doe je een blazer, maar ik doe gewoon een blazer, flikker ik over alles heen. Nee, en dat is juist leuk. Ja, ja. Oké, 3, 2, 1. Tadaa! Nou, we hebben hem aan hoor. En? Ik vind mij echt leuk. Moet het even laten zien? Even laten zien. Misschien even staan, hè? Ja. Nou, we gaan jagen. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel leuk dat je zeg maar dit zwart en zwart hebt gedaan zo. Ja? Ja, ik vind het wel leuk hoor op zich. Als je zo kijkt met die schoenen. Nou, dit jasje. Dit jasje is sowieso leuk. Dus wat je aan hebt, boeit het. Ja, het boeit niet echt. Want dit jasje, jasje maakt het gewoon af. Ja. Worden nog meer kleren van mij gepikt. Dankjewel. Deze video is niet goed voor mijn kledingkast. Dankjewel. Nou, de normale outfit hebben we gehad. Allebei vonden we hem best wel leuk. Ja, we hebben nog wat gedaan. Ja, ja, het is allebei leuk. Oké, ja. Cijfertje. Nou wordt het lastig, hè? Een 7. Oké, ik geef hem wel een 9. Broeskies, hey! Oké, chill outfit. Dat is moeilijk, want als ik chill kleding aan heb, dan heb ik... Oeh, trouwens, ik heb een idee. Ik heb een goed idee, want normaal als ik chill kleding aan heb, dan ziet het er niet uit. Dan heb ik gewoon random trui, random broek. Ik ben buiten van die trap, maar ik heb een heel leuk pak, bedenk ik me nu ineens. Dat is deze. Deze broek met deze trui. Maar dan misschien dus nog met een jasje of iets. En dan gewoon met mijn witte schoenen weer. En dan weet ik al een jasje. Nou, ik heb twee opties, want dit is ook leuk. Oh, bijvoorbeeld voor naar school of zo. Of dit jasje, dit is gewoon meer voor de chill. Oh, er hangt een blouse onder. Maar ik denk deze, want we doen natuurlijk de witte schoenen. Dit is een crème jasje. Ja, we doen deze. Dit wordt hem. Ready? Ja, set, go. Jongens, mijn chill outfit voor mijn team. Dan mag ik lekker ondertussen wachten. Dan doen we... Oh, jezus. Deze stoel is een beetje kapot, denk ik. Dit klopt niet. Ik loef deze zonnebril de hel. Zo van, yeah. Ik vind het zo lastig. Ik weet ook niet waar mijn traditional kleding eigenlijk een beetje ligt. Ik heb geen idee. Waar is haar tie-dye broek? Ik weet niet wat ze ermee heeft gedaan. Of zij heeft die misschien wel voor mij gekozen. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind deze outfit trouwens zo leuk, jongen. Ik kan er niet over uit. Ik vind trouwens deze trui van haar wel echt super leuk. Deze heeft ze ook echt wel een tijdje niet aangehad. Ik move deze echt. Ja, ik kan wel dan doen met deze jong. En dan wil ik eigenlijk echt even de schoenen die een beetje uitblinken. Nou, ik vind deze die passen er goed bij. Maar deze er dus ook misschien best wel leuk. Ik dacht dit is leuk, want dit is dezelfde kleur. Maar dat is het niet. Dus het worden dus deze Adidasjes. Volgens mij komt Harry van de Zwemweb. Oh, ogen dicht. Ogen dicht! Is het een beetje wereld zo? Ik vond dit zo moeilijk. Ik wist het, ik ook. Maar ik had maar het gewoon echt toegepast. Ik vond dit echt niet grappig. Want waar de fuck ligt jouw tie-dye pak? Okay, nou, ten eerste heb ik deze schoenen. Oh, dat loef ik. Oké, nou, dan heb ik maar deze broek gekozen. Dan zag ik deze trui weer. En deze vond ik ook wel echt heel leuk. Dus ik dacht, die heb ik ook niet zo vaak aan. Nee. Dus ja, dit is eigenlijk het geworden. Maar ja, het is ook wel moeilijk om een leuke chill outfit uit te zoeken. Dus dat vond ik heel lastig. Moet zeggen dat ik nog steeds een zonnebril op mijn hoofd heb. Waarom? Weet ik ook niet. Maar... Nou, 3 keer raden wat ik heb. Een tuinenpak zeker. Ja, dat... Oh mijn god. En met dit jasje dacht ik. En gewoon mijn witte schoenen. Oké. Nou jongens, de jasje had ik er ten eerste zelf nooit bij gedaan. Al met al vind ik het wel echt een leuke outfit. Want dit pak, ik loef dit pak echt. Oké, dan jij. Ik heb eigenlijk nog niet in de spiegel. Nou ja, dit is denk ik gewoon hoe ik de hele week bijloop, toch? Ja. Maar ik vind het wel gewoon flex. Je weet toch? Cijfertje? Oh, weet je wat ik dan misschien nog zou hebben gedaan?
voel deze pet erbij. Oh ja. Dat je even nog een beetje normaal bent. Je weet toch. Jongens. Oké. Ik vind hem echt goed. Cijfertje? 8. Oké. Ja, ik geef deze ook wel een 8, denk ik. Want ik vind het pak echt, echt leuk. Jij mag weer. Woe, de feestoutfit, de speciale. Oeh, deze is wel moeilijk. Deze is wel echt moeilijk. Ik ga denk een beetje voor, ja, of dus een beetje voor kerstoutfit. Of gewoon een leuk topje wat ik aan zou doen als ik uitga of zo. Ik heb bijvoorbeeld wel heel leuk, ja, zoiets. Glitterjurk. Zien jullie? Het is wel heel leuk. En stretch bij. Of gewoon bijvoorbeeld een leuke broek met een leuk topje. Dit is een heel leuk topje. Kijk, dit is zo'n wikkeltop van dit stof. Bijvoorbeeld voor uitgaan, dat is wel heel leuk. Oké, ik ben erover uit dat ik die jurk te saai vind, want dan heb je gewoon één item. Hup, die jurk klaar. Dus ik denk dat ik het topje ga doen, maar nu heb ik dus deze broek gevonden. Een hele joggingsbroek. Ik denk dat ze die wel past en op zich is dat wel leuk. Met dit topje. Dus ik denk dat ik dat doe met, ja, laarsjes. Ja, dit is niet mijn beste outfit hoor, maar ja, we doen het maar mee. Ik kom er trouwens nu achter dat ik dit in het schermpje kijk in plaats van... Ik ben ook geen held in vloggen. Mop! Yo! Niet kijken! Mag ik? Yo! Oké, nou, ik zeg je nu alvast. Oh, dit is niet mijn... Ah! Niet kijken! Smaak. Mijn smaak? Ja, wel, maar... Want het zijn mijn kleren. Maar... Ik vond het lastig. Ja. Ja? Vooral omdat jij klein bent. En je in mijn kleding moet en ik ben groter. Oké, jij mag. Weet je, de feestkleren, ze had het over. Oh, kijk, hier ligt het. Onder de bed, inderdaad. Ik zie hier een jurkje. Het is wel echt een feestjurkje. Ja, het is natuurlijk nu december. Kerst komt eraan, oud en nieuw komt eraan. Ik vind het wel echt een heel leuk jurkje. Ik denk dat ik dit zelfs misschien wel pas. Wauw, dit is echt, echt een leuk jurkje. Ja. Oh my god, jongens. Ik pas hem dus een soort van. Maar niet helemaal. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Hij moet eigenlijk iets korter, zoals hij zo was. Meid, ik ga hem stelen. Nee, grapje, meid. Oké, maar ik ga deze wel uitkiezen voor haar. En ik doe deze laarsjes erbij. En dit is even wat anders dan die Dr. Martens. Maar ik vind deze laarsjes wel heel leuk. Lego. Hoi. Is het gelukt? Ik zag alleen die bak liggen, dus ik dacht, ik ga daarin kijken. Daar zat eigenlijk één leuk jurk tussen. Ik weet wel welke je bedoelt. Dat is deze. Dit is echt weird, want die wilde ik als eerste ook kiezen. Ik vind het zo'n mooi jurkje. En want ik heb hem dus aangedaan. Ik dacht, ik moet het echt, kijken. Maar hij stond echt leuk bij mij. Dus ja, ik dacht, dan staat hij bij mij dus sowieso natuurlijk 10 keer mooi. Omdat jij gewoon de goede maat hebt. Zat hij bij jou mooi? Hij zat bij mij echt goed. Alleen iets te lang. Dus, en toen zag ik deze laarsjes en ik vond deze laarsjes echt heel leuk. Nou, die zitten ook onder mijn outfit. Maar ik dacht een beetje van, ik heb geen zin in een kerstoutfit uit te zoeken. Want ik weet niet, ik vind dat gewoon zo basic of zo. Yeah. Glitter. Nou, kijk maar even. Oh, dus je hebt niet echt een jurkje. Nee, dus een beetje meer gewoon weekend, avondje uit. Dat. Feestje. Ja. Heb ik deze broek. Dit is zeg maar zo'n leren trainingsbroek. Ja. En dit topje, maar die ken je wel, denk ik. Ja. Ik vind het wel leuk, want we hebben wel allebei echt totaal iets anders. Ja, dus dat vond ik ook wel leuk. Dat vond ik wel leuk. Aandoen? Ja. Wat is voor de bril bij? Oké, dank je, doei. Nou, de broek is natuurlijk een beetje groot, maar het idee, zeg maar, van de outfit, shirtje met deze broek, vind ik wel echt super leuk. Ja. Nee, ik weet niet, met de schoenen. Ja, ik wist ook niet zo goed, wat voor schoenen moet je hier onder? Ja, dat is best wel lastig. Ja, ik vind het sowieso leuk, want ik had dit jurkje 2 jaar geleden aan met oud en nieuw. Mm-hmm. Maar hij is een beetje te klein. Ja, hij is iets beetje te kort geworden. Ja, zulke je moet er echt hard onder hebben. Ja, eigenlijk wel. Dus ik vind het leuk. Ik geef het wel een 8 of zo. Ja? Ja. Oké. Okay. Oké, jongens. Nou, wij gaan door naar een feestje. Oh, ja, welke outfit vond jij het beste die je hebt gehad? Nou, ik vond de eerste wel heel leuk, ja? Denk ja? Ja. En deze is ook top. Ik denk ook wel de eerste. Want ik die broek. Echt niet verwacht dat die zo goed zou zitten, zeg maar. Ja, die zat dus echt top. Die was echt wel heel leuk. Alles zat eigenlijk goed. En ja, de rest vond ik ook leuk, maar ik denk dat die wel echt perfect. Echt perfect gewoon. Ja. Oké, nou jongens.
jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten. Laat ook in de reacties weten met wie ik dit de volgende keer zal doen. In wie zoekast ik de volgende keer kan gaan. Met alles de kledingkast. Ja! Nou, laat het allemaal even weten. En dan zie ik je de volgende keer. Hasta la vista, gasten!